Welkom bij een nieuwe aflevering van Pendrecht Proeft. In de huiskamer Aardgasvrij Pendrecht koken we de lekkerste gerechten uit de wijk. Wel op inductie natuurlijk. Kook je mee? Welkom in de digitale huiskamer. We hebben weer een nieuwe aflevering van Pendrecht Proeft. Dat doe ik samen met kookgekkie Naomi. We maken een recept van een bewoner, Bidia. Ik ben Bidia Poeran. Ik woon ongeveer 5 jaar in Pendrecht. We gaan vandaag kousenband met aardappel maken en kipfilet. En dat serveren we met warme rijst. Het is heel makkelijk en simpel klaar te maken. En wat hebben we daarvoor nodig? Aardappels, rijst, verschillende kruiden, curry, masala en gemberpoeder. We hebben wat verse selderij nodig, tomatenpuree, een bouillonblokje, verse ui en knoflook en kousenband. En we hebben nodig kipfilet. Nou, we beginnen met de kip en die gaan we volgens mij wassen, toch? Nee, we gaan het eerst snijden. Oké, nou, we gaan die kip dus eerst snijden en dan gaan we hem wassen in, als het goed is, in azijn ook. Azijn en gewoon heet water. Dus waarom wassen jullie kip? Nou, ik heb het zo geleerd van mijn moeder en ik doe het altijd zo. Oké, ik ga dus de kip in blokjes snijden. Wat doe je in de wijk? Nou, ik ben gastvrouw bij kinderfaculteit, 2 dagen in de week. Een paar uurtjes en toezicht houden met de kinderen. Er worden verschillende soorten lessen daar gegeven. Monika, misschien kun jij vast beginnen met de aardappels? Ja, ik ga de aardappels schillen. Mijn favoriete bezigheid. Ik kan niet heel erg goed dun schillen. Oh, echt niet? Ik moest het altijd van mijn moeder doen. Oh ja? Ook heel leuk, maar niet eens. Maak je dit recept vaak? Ja, haast elke week. Bij mij wordt er gewoon van alles gegeten, hoor. Ja? De rijst is gewassen. In het begin zetten we hem even hoog, zodat hij aan de kook komt. Zet hem op 8 en dan kijken we het even aan en dan zetten we hem dadelijk weer wat zachter als hij kookt. Ik hou wel heel erg van koken. Ik sta elke dag in de keuken met een ander recept. En altijd de Surinaamse keuken? Nee, ik maak ook Nederlandse gerechten, wat ik heb geleerd. Stampot en dergelijke. Kan ik ook lekker maken, hoor. Ja? Ik ga die kousenband nou netjes snijden. En dan gaan we het lekker klaarmaken. Met uien, masala, met zwarte peper en kruiden. Bouillon. Helemaal gaar koken. Krijg je tranen in je ogen? Ja. We zijn heel handig in, hoor. Ziet er goed uit. We gaan eerst de ui samen met de kruiden en tomatenpuree goed aanfruiten. Dus de kip zelf marineren we niet. En als dat allemaal goed is gebakken, dan doen we de kip erbij. Toch? En dan ga ik de kousenband bakken. Oké. Wat ui en knoflook gaat erin. 2 bouillonblokjes. Hoeveel tomatenpuree mag erin? Een theelepeltje? 2 theelepels. 2 theelepels. Oké, en dan kan de kip erbij. Die is ondertussen goed uitgelekt. Dus die gaan we erbij doen. Aardappels erbij. Bij de uien en de knoflook. Ruikt goed hoor. Masala. Curry. Oké, water gaat erbij. Zo. Tomatenpuree erbij. Dus ik laat het ongeveer zo. Ik ga de kousenband erbij doen. Keer draaien. Zie je hoe makkelijk het is, Mo? Ja, kijk, deze past. Dus nu gaan we heel eventjes wachten. Laten we het even lekker gaar worden. De kip goed gaar, de kousenband en de aardappels goed gaar en dan kunnen we aan tafel. Oké, en nu wachten maar. Ik ga de rijst in. En het ruikt in ieder geval heerlijk. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik hoop dat we goed ons best hebben gedaan. Ja, ik ook. Ja, Monika, de smaak zit wel in. Volgende keer zal ik Madame Jeanette doorgeven.
Nou, we hebben het weer gedaan, hè? Ja, zeker. Wilt u nou ook een recept door ons laten maken? Dat kan. En dan proberen Naomi en ik het weer na te maken. U kunt uw recept insturen naar koken@pendrecht010.nl. Doei doei. Doeg.